Welkom bij Keoli. Ik ben Nick, ik ben teammanager Amersfoort bij Keoli. Ik ben Antwello, ik ben buschauffeur bij Keoli. Ik ben Kathleen, ik ben opleidingsadviseur en ik begeleid toekomstige buschauffeurs in hun traject om buschauffeur te worden. Keoli onderscheidt zich van andere OV-bedrijven omdat het vanuit de oorsprong een klein bedrijf is. Wat maakt dat de lijntjes binnen het bedrijf kort zijn. Er wordt echt gekeken naar de mensen en eigenlijk is iedereen gelijk. Of je nou uitzendkracht bent of vast in dienst, iedereen is één en iedereen is Keoli. Alle chauffeurs lopen in hetzelfde uniform, dus je kan ze niet onderscheiden. En daarbij zijn ook de arbeidsvoorwaarden hetzelfde. Je bent met heel veel passagiers ben je bezig. Je bent elke dag onderweg, je komt van alles tegen, geen enkele dag hetzelfde. Je ziet gewoon hoe de maatschappij zijn dag beleeft eigenlijk. Soms is het rustig en dan ga je de spits in, het wordt lekker druk. En als de spits voorbij is, wordt het weer lekker rustig en dan gaan er dagjes mensen op pad. En dan die brengen van veilig van A naar B. Wij bieden ook mogelijkheden voor mensen die part-time willen gaan werken. Dus denk aan 2 dagen naast hun eigen baan of meer zelfs, alles is mogelijk. Werken is niet het allerbelangrijkste in het leven, dus we zijn ook bezig met een pilot waarbij de medewerkers meer invloed krijgen op hun rooster en zo zelf hun werk kunnen plannen. De sfeer is gezellig en we proberen deze ook te stimuleren door leuke dingen te organiseren. Er is heel veel activiteit. 1 keer in het jaar een barbecue in de zomers op de vestigingen en in de winter vanuit de Randstad houden we ook een kerstborrel, supergezellig. Het begint eerst met een selectietraject waar natuurlijk wat testen worden afgenomen. En daarna ga je eigenlijk aan de gang met het stuk theorie, waar je 2 tot 3 weken fulltime les krijgt. En daarna eigenlijk elk onderdeel afsluit met een examen. Na die afsluitingen begin je met je praktijk. En de praktijk bestaat ook weer uit 3 examens. Denk aan bijvoorbeeld speciale verrichtingen. Dus denk aan achteruitrijden, denk aan manoeuvreren, dat soort zaken. Elke 5 jaar code 95 is je vakbekwaamheid. Bij Randstad zijn ook cursussen. Mocht er zo zijn dat jij in bepaalde gebieden wil ontwikkelen, dan kan Randstad jou dat gewoon bieden. De chauffeur moet voor mij goed zelfstandig zijn. Je zit tenslotte alleen in de bus. Je moet goed met mensen kunnen omgaan en je krijgt een heleboel verschillende mensen in de bus. En ja, je moet goed kunnen rijden natuurlijk. Alles moet veilig blijven op de weg. Ik zou zeker iedereen aanraden om bij Keoli te werken. We zoeken genoeg mensen. Het is ontzettend leuk. Geen 1 dag hetzelfde. Je kan je eigen tijd indelen. Als je een ochtendmens bent, kan je werken. Ben je een avondmens, kan je ook gewoon lekker rijden. Ik zou zeggen, doen. Randstad! Dat werkt beter.